twee kwantumdeeltjes die volledig aan elkaar gekoppeld zijn, of verstrengeld, zoals we dat noemen, ook al zijn ze kilometers van elkaar verwijderd. Je kan het zien als twee zijden van hetzelfde muntje. Ze zijn constant aan het draaien en als de een stopt, stopt de ander ook. Het blijft moeilijk te bevatten dat dit kan omdat het zo onnatuurlijk voelt. Het is echt de wereld op zijn kop. Maar dit mechanisme gaat ons heel veel nieuwe technologie geven in de toekomst. Nou, quantumcomputers zijn computers die bepaalde problemen veel sneller kunnen oplossen dan de klassieke computers, de computers die we nu gebruiken. Ze kunnen bijvoorbeeld alvast medicijnen doorrekenen, zodat je die minder hoeft te testen op patiënten, of zodat je die alvast van tevoren kan bekijken hoe die in het echt werken. En dat bespaart veel tijd en geld. En nu zijn quantumcomputers in een vroeg stadium. Dat betekent dat ze werken in het lab, maar je kan ze niet kopen. Maar we weten wel dat dat ooit een keer gaat komen. En dan wil je ook een internet hebben waarmee die quantumcomputers verbonden kunnen worden. En dat is waar ik aan werk. Ik bouw het quantum internet. Omdat quantumcomputers zo goed kunnen rekenen, hebben we onszelf eigenlijk een beetje in de nesten gewerkt. Want al onze manieren nu om data te beschermen, dus al onze encryptiemethodes, zijn gebaseerd op hele moeilijke wiskundige problemen. En deze problemen zijn heel moeilijk oplosbaar dus voor klassieke computers, maar eigenlijk heel makkelijk oplosbaar voor quantumcomputers. Dus zodra zo'n quantumcomputer er is, is eigenlijk onze beveiliging niks meer waard. Gelukkig kunnen we met kwantummechanische effecten in communicatie onszelf weer beter beveiligen. Kunnen we eigenlijk encryptiemethodes gebruiken waardoor we beschermd zijn tegen klassieke computers en tegen quantumcomputers. Maar zo werkt dat quantum internet dus eigenlijk ook twee kanten op. Enerzijds is het het enige internet dat kan bestaan om voor quantumcomputers om informatie uit te delen. En anderzijds maakt het ons huidige internet heel erg veilig. En ik denk dat het quantum internet eenzelfde soort revolutie voor quantumcomputers zal gaan brengen als dat het huidige internet heeft gedaan voor de computers die we nu gebruiken. Wat eigenlijk heel bijzonder is, is dat er maar weinig onderzoeksgroepen ter wereld zo ver zijn met het bouwen van een quantum internet als wij hier in Delft. We hadden al een klein quantum netwerk tussen drie quantumcomputers in het lab. Die waren 30 meter uit elkaar. En mijn onderzoek gaat over het eigenlijk uit het lab brengen van zo'n netwerk. Wij willen een communicatiepad aanleggen tussen Delft en Den Haag. En nog veel belangrijker, we willen een systeem ontwikkelen dat heel erg schaalbaar is. Zodat we niet alleen kunnen schalen in het aantal van dit soort quantum nodes die we aan elkaar kunnen verbinden, maar ook de afstand ertussen moeten we kunnen vergroten. En daarom ontwikkelen we nieuwe technieken om dat te kunnen doen, maar gebruiken we ook de huidige infrastructuur die er al is. Zoals bijvoorbeeld de glasvezel in de grond waar je nu ook internet over hebt. En om dat te bereiken werken we samen in een team met academische wetenschappers en technici van TNO. En dat vind ik ook zo leuk aan dit onderzoek, is dat het zo dicht bij implementatie van het quantum internet zit in de praktijk.